Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk tekenend dat in deze hele discussie het woord etniciteit van de taxichauffeurs niet genoemd wordt. Hè? Want het merendeel van de taxichauffeurs in Den Haag is van niet-westerse achtergrond. En niet alleen homo's en dragqueens, maar bijvoorbeeld ook hulphonden worden aan de lopende band geweigerd door die taxichauffeurs. Maar daar mag je het hier dus niet over hebben, want dat is natuurlijk niet politiek correct. Maar dat zouden wij, daar zouden wij het dus wel over moeten hebben. Ik zie de heer Smit voor een interruptie. Ja, dank voorzitter. Voorzitter, dan zou ik toch de vraag willen stellen aan mevrouw Gerbrands of zij contact heeft gehad met deze dragqueens, omdat zij aan mij hebben aangegeven dat het ook Nederlandse taxichauffeurs zijn geweest die hebben geweigerd. Dus niet alleen etniciteit, maar ook gewoon geen zin hebben in een drag queen in je auto. Mevrouw Gerbrands. Ik heb het ook over het merendeel gehad en ik heb het over het grotere geheel. Niet alleen dit incident, want het is namelijk geen incident. Want dit soort dingen gebeuren aan de lopende band. En niet alleen de zwaar uitgedoste drag queens, maar ook gewoon twee homo's die gezellig na een avondje drinken aangeschoten in een taxi. Die worden ook geweigerd. Een mevrouw met een hulphond is onlangs door de politie naar huis gebracht omdat ze helemaal onderkoeld was. Omdat er een taxichauffeur was die weigerde om haar hond mee te nemen. Dus het gaat niet alleen hierom, het is een veel breder probleem. En daar wil ik aandacht voor vragen. En daar speelt de etniciteit van de chauffeurs wel degelijk een rol. Punt, en elke punt, keer, punt, punt. En elke ik zag keer, al verschillende nee, interrupties. Neem, ook neem mevrouw Gerbrands. Ik zit ook al mevrouw Gerbrands. Elke keer, mevrouw Gerbrands, als het mevrouw, hierover gaat, de discussie wordt doodgeslagen. U heeft het woord niet. Nou, ik was nog bezig met mijn antwoord. Nee, ik zat al een tijd. Mevrouw Gerbrands, kunt u even de orde bij de voorzitter laten? U krijgt alle gelegenheid om te zeggen wat u wil zeggen. Er waren al diverse interrupties die, en ik zat te wachten op een punt. En op een gegeven moment heb ik dat punt gezet om weer de vervolginterrupties te kunnen geven. En u krijgt alle gelegenheid om daarna weer verder uw verhaal te vertellen. De heer Smit. Maar mevrouw Roepram en mevrouw Veit zag ik wel hun vingers op. Allereerst mevrouw Roepram van Hart voor Den Haag op de was. Ja, dank u voorzitter. Het is wel belangrijk dat, dat er... Ja, het wordt inderdaad aangegeven, want ik heb namelijk ook een van de drag queens gesproken. En diegene heeft me wel aangegeven dat het wel gaat om bepaalde groepen met religieuze achtergronden. Dus ik snap niet dat de heer Smit dit aangeeft en welke drag queen hij gesproken heeft. Maar ik heb het wel degelijk ook doorgekregen. Dus ik sluit me aan bij mevrouw Gerbrand van de PVV. Ja, maar dan moet hij haar ook een vraag stellen. Daar is een interruptie voor bedoeld. Maar goed, mevrouw Gerbrands, aan u het woord. Nou, voorzitter, daar ben ik dan heel blij mee dat mevrouw Roepram zich bij mij aansluit. En het laatste punt wat ik net wilde maken is dat iedereen gelijk in de lampen hangt als je dit benoemt, waarmee je dus de discussie doodslaat, terwijl het wel een probleem is. En wat mij betreft zou daar dus onderzoek naar gedaan moeten worden, maar de gemeente doet helemaal geen onderzoek, want heeft het over een incident. En het punt wat ik hier wil maken, het is geen incident, er liggen diepere oorzaken aan en daar moeten wij wat aan doen. Goed, dan zag ik nog een andere interruptie. Eerst mevrouw Veit, daarna mevrouw Mossert. Mevrouw Veit. Ja, dank u wel, voorzitter. En dan heb ik een vraag aan mevrouw Gerbrand. Suggereert u hier nu dat zeg maar witte Nederlanders homoseksuelen niet discrimineren? Dus dat we zeg maar binnen de witte bubbel er geen discriminatie, uitsluiting is van homoseksuelen? En daar komt nog een ander ding bij. Van als u wil benoemen dat er binnen bepaalde groepen, etnische groepen, sprake is van discriminatie, dan wil ik graag hier ook benoemen dat er binnen de witte groep ook sprake is van discriminatie en uitsluiting van LHBTQ-mensen. Mevrouw Gerbrands. Ja, kijk, dit is dus precies wat ik bedoel en het punt wat ik net wilde maken. Er wordt gelijk, nee, dat zeg ik helemaal niet, dat er onder blanke Nederlands geen discriminatie is. Want dat is er ook. En ook in het christelijk geloof, het gereformeerde geloof, worden ook homo's uitgesloten. Dat zou je mij niet horen ontkennen. Maar feit is wel dat het merendeel van de taxichauffeurs in Den Haag, ik weet niet of u wel eens een taxi neemt, de helft spreekt niet eens behoorlijk Nederlands. Dus daar zit wel een probleem. En ik vind dat wij het daar hierover moeten hebben. En daarmee sluit ik niet uit dat er ook nog andere groepen en andere etniciteiten en Chinese Japanners discrimineren. Zal allemaal prima. Maar dit is wel een probleem waar we het nu over hebben en niet in het algeheel. Een vervolginterruptie, mevrouw Veit.
Ja, dank u wel. En ook bedankt aan mevrouw Gerbrands. Maar ik denk, als u het wil hebben over uitsluiting en discriminatie van LHBTQ+ mensen, dan moeten we het daarover hebben. Maar u schiet altijd gelijk in die kramp van etniciteit. Terwijl u zelf natuurlijk nu ook aangeeft dat ook binnen de witte gemeenschap er gewoon sprake is. Want als je naar de cijfers kijkt, bijvoorbeeld van zelfdoding, dan onder jongeren, zeg maar, dan zie je natuurlijk dat er natuurlijk ook wel gewoon een sprake van uitsluiting moet zijn binnen de witte gemeenschap. Dus ik begrijp niet zo goed waarom u steeds zoekt naar die etniciteit en niet het focust op het probleem uitsluiting van mensen die mensen houden van hetzelfde geslacht. Mevrouw Gerwant. Echt. Voorzitter, ik word er zo moe van. We hebben het hier over taxis die mensen weigeren. Ja, ik zeg, dat is geen incident. Dat zijn niet alleen dragqueens, dat zijn ook homo's. Dat zijn ook mensen met een hulphond. Waar ligt dat probleem? Voornamelijk daar, omdat de grootste groep chauffeurs heeft een andere etnische achtergrond dan een Nederlandse kaaskop. Daar hebben we het nu over. We hebben het over de taxibranche. En daar maak ik nu het punt van dat als we de taxibranche onderzoeken, of daar sprake is van discriminatie, wat de gemeente dus niet wil, maar wat ik vind dat wel moet gebeuren, dat we het dus ook daarover moeten hebben. En ik heb het niet over discriminatie in het algeheel gehad, want we hebben het hier over discriminatie van taxichauffeurs. En ik wil best met u de discussie over de rest aangaan, maar dat is een ander debat. Nog een laatste derde interruptie van mevrouw Feit op dit punt. Dank u wel, voorzitter. Nee, we hebben het volgens mij helemaal niet over een ander debat. We hebben het hier over discriminatie en uitsluiting van LHBTQ-mensen, onder andere in de taxibranche. En dat u het nou weer helemaal wil gaan focussen op etniciteit, nou, dat zijn we dan natuurlijk wel weer gewend. Maar ik wil daar toch nog even op terugkomen om door tegen u te zeggen, focust u zich nou gewoon op het werkelijke probleem? En het werkelijke probleem is dat er mensen in onze stad worden uitgesloten en daar moeten wij als raad gewoon een plan voor hebben. En goed, nu zitten we weer. Nou, oké, dat, helder. Helder. En denk ook aan uw spreektijd. Mevrouw Gerbrands, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik weet dat er in deze stad, dan gaan we het breder trekken, prima, gaan we die discussie nu voeren. Een overgroot deel van onze stad heeft een niet-westerse achtergrond en staat bekend om de onverdraagzaamheid naar vrouwen, naar homo's, naar dragqueens, naar mensen met honden, want die zijn onrein. Dus ja, dat gebeurt in deze stad. En waarom gebeurt dat in deze stad? Omdat we de sluizen open hebben gezet voor die culturen en dat ze hier een stempel kunnen drukken, omdat mensen zoals mevrouw Failliet van de HSP bij alles wat daarover gezegd wordt gelijk de discriminatiekaart of het wegwuift, waardoor er niet over gesproken kan worden, waardoor het probleem dus niet opgelost wordt. Kan ik verder met mijn inbreng? Nee, of zijn er nog meer mensen niet die willen schreeuwen? Er is ook nog een interruptie van mevrouw Mostert van D66. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel benieuwd. Mevrouw Gerbrands had het over mensen met verschillende etniciteiten. En dat daar, ik weet uit ervaring, ik ben zelf zorgcoördinator op een ROC, waarin ongeveer de hele wereld samenkomt. En daar zijn heel veel, ja, wat ik merk, onbekend maakt onbemind. En nu zei je van, goh, we zouden dat eens kunnen aanpakken. Zonder de vraag van, goh, u bent eigenlijk, u zou liever minder mensen hebben met een andere etniciteit, maar we leven met elkaar. Heeft u dan een plan of een idee hoe we dit zouden kunnen aanpakken? Mevrouw Gerbrand. Nou, ik wilde verderop in mijn inbreng sowieso al als het gaat om de discriminatie door taxichauffeurs het voorstel te doen om daar maar eens een mystery drag queen op af te sturen of een mystery homostel of een mystery blinde met een geleidehond. En als die dus geweigerd wordt, dan moet je zo iemand gelijk zijn vergunning afpakken. Alleen dan voorkom je dat verder gebeurt. Je moet dat gewoon keihard aanpakken. En dat gaat bij de, en dan maakt het mij niet uit wie er achter het stuur zit van die taxi. Dat geldt voor iedereen. Aanpakken, gelijk. Ik zie nog een tweede interruptie. En als ik hem iets breder mag trekken dan alleen de taxibranche, want ik vind het nu heel erg smal. Den Haag bestaat uit meer dan alleen taxichauffeurs.
Nou, dan zullen we dus eerst met z'n allen zullen we daar de discussie over moeten voeren. Maar dat kan hier niet, omdat er dan gelijk hysterisch gegild wordt dat de PVV het altijd over andere etniciteit en andere geloof hebben. Maar daar zit wel een probleem. Alleen is dat hier in de Raad niet bespreekbaar. Dus ik stel voor dat we het dan wel een keer bespreekbaar maken. En dan kunnen we ook tot oplossingen komen. Maar niet over het onderwerp praten, gelijk racisme, natie, weet ik veel wat roepen. Daar los je het probleem niet mee op. Dus dat is wat we moeten doen. Plan maar een debat. Ik ga er graag over in debat. Maar niet gelijk van u discrimineert. Nee, dan gaan we zoeken naar een oplossing. Nog een laatste interruptie? Nee, mevrouw Gerbrands kan haar betoog vervolgen. De heer Hoefstra heeft nog een nieuwe interruptie op dit punt. Ja, dank voorzitter. Ja, want ik zit me er toch ook wel een beetje over op te vreten. Want wat ik namelijk dan nu niet snap aan het betoog van de PVV hierin, is dat op het moment dat uw oplossingen niet gericht zijn op etniciteit, waarom is het dan zo belangrijk om die etniciteit te benadrukken? Want met die oplossingen, ik denk dat we daar best wel met z'n allen voor een groot deel over eens kunnen zijn. Van nou, pak het inderdaad gewoon keihard aan. Zorg dat taxichauffeurs die discrimineren, dat die ook echt gewoon keihard beboet worden, dat inderdaad misschien hun vergunning wordt afgepakt. Maar ik snap dan niet van, wat wilt u nou specifiek gaan doen tegen taxichauffeurs van een bepaalde etniciteit? Dat die dan geen taxichauffeur mogen zijn? Want dat snap ik niet helemaal. Mevrouw Gerber. Nou, als zij dus discrimineren en dus mensen weigeren op basis van geaardheid of hoe ze uitgedost zijn, of als ze met een hulphond of blinde geleidehond komen, ja, die mag je de vergunning afpakken, ja. Maar ik heb er ook bij gezegd, dat maakt mij niet uit wie er dan achter het stuur is. Dat moet je bij iedereen doen die discrimineert. Wat ik aan wilde geven, van je zegt dan je komt niet met een oplossing, maar we kunnen ook niet tot een oplossing komen als we het onderwerp niet bespreken. Hè? Want twee homo's die hand in hand lopen en verrot gescholden worden, die gaan geen aangifte doen. En dat is het probleem. En wij bespreken hier niet het probleem wat bij sommige mensen met een bepaalde achtergrond leeft. En dat moeten we wel doen, want dan kan je wel tot een oplossing komen. Nou, nog één interruptie van de heer Hoefsloot en dan hoop ik dat het debat door kan gaan. Meneer Hoefsloot. Ja, nou ja, kijk, ik concludeer dan gewoon, en dat vind ik dan inderdaad gewoon best wel bizar, is van dat het benoemen van etniciteit hierin gewoon voor de oplossing helemaal niets uitmaakt. En ik snap dan ook niet waarom dat dan zo benoemd moet worden. Mevrouw Gerbrands, en dan kunt u daarna uw betoog vervolgen. Nou ja, het benoemen van de etniciteit maakt natuurlijk wel uit, want dat heb ik net al 45 keer gezegd. Het meerderheid van de taxichauffeurs in Den Haag heeft een andere etnische achtergrond. Dus daar zit een probleem. Dus moet je dat benoemen. Nou, ik heb het voor de voorbeeld van de mystery guest heb ik net al genoemd. Dus ik wil daar graag een reactie op van de wethouder of hij daar iets in ziet. En ja, het hypocriete is gewoon, weet je, als in Duindorp iemand een scheet laat, dan wordt er gelijk een onderzoek gedaan naar discriminatie. Laten we dat hier ook doen. Doe gewoon een onderzoek. Doe het niet af als een incident en ga ermee aan de slag.